Te weinig opvangplekken in Drenthe voor minderjarige vluchtelingen. Boom valt op huis in Meppel. En ACV loopt zich warm voor nieuw voetbalseizoen op hoger niveau. Ja, de noodkreet gaat eigenlijk over bedden en plekken voor het opvangen van minderjarige vreemdelingen. Kinderen die alleen naar Nederland komen. Steeds vaker worden minderjarigen alleen naar Nederland gestuurd in de hoop op een betere toekomst. Het gaat dan om jongeren uit onder andere Syrië, Eritrea en Somalië. Waar in 2021 in totaal ruim 2000 minderjarigen alleen naar Nederland kwamen, was dat het jaar erna bijna het dubbele. In de eerste helft van dit jaar kwamen er volgens het IND bijna 2000 minderjarigen ons land binnen. Volgens hulporganisatie Stichting Fusis moeten er nog tientallen plekken in Drenthe bijkomen. We trekken al een poosje aan de bel bij gemeentebesturen en bij provinciebesturen, omdat wij vastlopen in het opvangen van deze jongens en meiden. We krijgen geen ruimte, zeg maar, geen toestemming om jongens en meiden te plaatsen binnen de gemeentes waar we werkzaam zijn. Ja, het gevolg daarvan is dat je minderjarige kinderen in Nederland hebt die, waar geen toezicht meer op is en die letterlijk op straat terechtkomen als we daar met elkaar niet onze verantwoordelijkheid innemen. De jongeren verblijven niet in een gewoon asielzoekerscentrum, maar worden opgevangen in pleeggezinnen of kleine woonvoorzieningen. De gemeenten kunnen woningen aanwijzen die geschikt zijn, maar het zijn er nog niet genoeg. De gemeenten in onze provincie blijven hierover in gesprek met onder andere het COA. Ze blijven op zoek naar nieuwe locaties, maar volgens De Bruin niet genoeg. Welke moeder, welke vader laat een kind, zo'n jong kind, de jongste is 7, 8 jaar, die bij ons in Nederland zich alleen melden op dit moment. Welke moeder laat een kind alleen gaan? Dan is er echt wat aan de hand. En dan hebben we de plicht, vinden wij, om met elkaar te zorgen dat dit soort jonge kinderen, dat er veiligheid en dat daar een bed voor is. En daar staan wij voor. Dus wij vinden dat in de provincie Drenthe de samenwerkende gemeentes met elkaar moeten zeggen, wij gaan hiervoor staan. En niet elke gemeente op zich. Wij zouden echt de gemeentes met elkaar en de provincie willen oproepen, pak dit probleem met elkaar aan en zorg ook met elkaar voor een oplossing. Want er wordt al heel lang gepraat, al meer dan anderhalf jaar zitten de gemeentes met elkaar om tafel. Alleen de resultaten die komen er nog niet. De bewoners van dit huis aan de Marten Ottelaan in Meppel zijn vanochtend vroeg wakker geschrokken toen deze boom met een klap op hun huis viel. Ik wist ook meteen dat is de scheve boom. Dus inderdaad, ik keek gelijk naar buiten en hij lag op mijn dak. Hoe geschrokken Van der Veen ook was, toch kwam de val van de boom niet als een verrassing. Ja, zolang als ik in dit huis woon, maak ik al een beetje zorgen om die boom. Hij stond enorm scheef. En ik heb ook het idee dat hij de laatste jaren steeds iets schever is komen te staan. Dus wij waren altijd wel bang dat hij vooral bij stormen zo op ons huis zou vallen. Het is nog niet duidelijk waardoor de boom nu ineens is omgevallen. Al was het niet de eerste in deze omgeving, er stonden meerdere oude bomen die al het loodje hebben gelegd. En we hebben ook al heel vaak contact gehad met de gemeente hierover. Maar hij wordt ook elk jaar onderzocht. Dan wordt er een trekproef gedaan, kijken of hij gezond is. Maar het was altijd een gezonde boom, dus is hij altijd blijven staan. Tja, en als het kalf verdronken is, dempt men de put. Daar had volgens Van der Veen wel eerder wat aan gedaan mogen worden. Ik vind wel dat ze er hadden mogen kappen eerder. Toch hoeft de rest wat hem betreft niet meteen allemaal om. Ik heb ook helemaal geen hekel aan bomen. Ik vind het zelf ook prachtig, mooie grote bomen. Maar ja, het moet wel veilig zijn. De opkomst van ACV en B-Quick 1887. Een klein applausje, maar de tribune zit toch goed vol. De nieuwe tweede divisionist uit Assen trekt zelfs in de voorbereiding al veel publiek. ACV in de blauw-zwarte shirts werd vorig seizoen kampioen van de derde divisie zaterdag en speelt nu op het hoogste amateurniveau. Het is daarmee de hoogst spelende amateurclub in Noord-Nederland. En als je dan kijkt wat er voor de rest in de tweede divisie speelt, dan is dat in overwegende mate te zien binnen Noord- en Zuid-Holland. Dus dat wordt wel veel reizen overigens. Naast de reistijd wordt ook het kostenplaatje groter. Zo moeten de kleedkamers verbouwd worden voor de vierde scheidsrechter en moet de veiligheid verbeterd worden.
Wat we bijvoorbeeld moeten doen is een veiligheidsfunctionaris benoemen. Wij moeten qua beveiliging professionele mensen aantrekken. Er liepen nu mensen van onszelf met een geel jasje aan. Nou, dat gaat ook met professionele begeleiding straks. Met in ieder geval 2 nieuwe stewards. Dat kost ook geld. En zo kunnen we een tijdje doorgaan. Dat zijn allemaal kleine dingetjes. Het zijn geen grote veranderingen, hebben we ontdekt. Maar het is wel weer een niveau hoger. Dat ontdek je wel. Dus financieel ook een niveau hoger. Maar de sponsoren weten de weg ook beter te vinden. De begroting kan dus omhoog volgend seizoen. Maar het belangrijkste is wat op het veld gebeurt. En ook daar is men vol vertrouwen. Iedereen heeft er enorm veel zin in en weet ook wat er voor ons verwacht wordt in die tweede divisie. Maar je ziet dat het ook gewoon enorm leeft in de club. Wat wordt er van jullie verwacht in de tweede divisie? Ja, nog meer niveau, nog fitter, het gaat nog sneller. Situaties beter herkennen. Daar moet je gewoon op voorbereid zijn. ACV was in elk geval voorbereid op vierde klasse Bikwik. Het werd 6-0. De ontlading bij trainer Dick Lukien als FCM promoveert. Een uitgelaten Glenn Bell na de eerste goal in de Eredivisie en het zieke meisje Jasmijn op de foto met het team. Dat FCM roerige jaren achter de rug heeft is een understatement. En dat is allemaal vastgelegd door 3 fotografen die er steeds met hun neus bovenop zaten. Nee, ik denk dat die chef van Kiel, je bent hartstikke gek joh, dat je naar Ajax heen gaat. Ja, precies. Huh? Ja, ja. We hebben geprobeerd om de emotie van die 6 jaar, om die een beetje goed in beeld te brengen. En als je goed kijkt, dan zie je ook de verschillende handtekeningen van de desbetreffende fotografen. Cor Lasker, Paul Barelts en Gerrit Rijkens tonen hun werk in een foto-expositie in het FCM-stadion. Uit duizenden foto's kozen ze hun 100 beste platen. Vandaag is de laatste dag dat de expositie te zien is en op de valreep kwamen er nog 2 onverwachte gasten binnenwandelen. Sportcommentator Evert ten Napel en oudspeler Anko Jansen. Ik zei ja, oké, ik kom. En ik kan het vaak combineren met familiebezoek. Ja, nostalgie hè? Ja. Nee, ja, je bent nu een periode verder gestopt met voetballen. Ja, dan is het wel leuk om dit allemaal te zien. Natuurlijk staan ze even stil bij 1 specifieke foto. Je zit in ieder geval vol in de emotie, dus de fotograaf heeft dat goed gedaan. Hier wist ik niet zo goed meer wat ik allemaal deed, volgens mij. Maar het is... Even daarvoor wel. Ja, ja, maar het is wel een mooie foto, ja, inderdaad. Eigenlijk voor de hele provincie Drenthe is dit natuurlijk een geweldig moment... Wat prachtig is vastgelegd. En ook als je naar die speler van Sparta kijkt. En die kijkt zo heel teleurgesteld. En die ziet die Anko Jansen daar feestvieren. Die denkt, krijg de kleren. Dat hadden wij willen doen. De expositie is niet meer te bezoeken. Maar als het nieuwe seizoen begint, komen de foto's op internet. Maar je kunt natuurlijk ook FCM'en in het echt aanschouwen. Ik zal misschien in het nieuwe seizoen ook nog wel een keer een wedstrijdje bezoeken. Waarschijnlijk Emmen tegen Groningen. Dat denk ik. Ik denk dat ik daar naartoe ga als ik een kaartje krijg, tenminste. Ja. Zal toch wel. En dan het weer. Vanavond valt er her en der nog een bui. Vannacht wat minder regen en het koelt af tot een graad of 12. Morgen is het bewolkt, maar de zon laat zich soms even zien. De dag begint droog, maar later ontstaan er toch weer een aantal buien, mogelijk met onweer. Het wordt niet warmer dan 20 graden. Volgende week wordt het minder wisselvallig. Maandag valt een enkele bui en is het fris. Maar dinsdag en woensdag komt de 20 graden weer in zicht. Er valt wel eens een bui, maar er is ook ruimte voor de zon. Later in de week is er zicht op meer zon en hogere temperaturen. Voor nu een heel fijne avond en graag tot morgen.